nieuwe wereld om ons heen verandert razendsnel. Het nieuwe winnen, of zoals ik het zelf graag noem, de nieuwe werkelijkheid, is aan de orde van de dag. Het moet niet een beetje anders, maar radicaal anders. Vandaag hebben we inspiratiesessies georganiseerd waarin we u meenemen door deze veranderingen. De nieuwe werkelijkheid komt breed aan de orde. Mensen werken en winkelen anders, dat houdt ons bezig. En daarom organiseren we samen met Bogaerts en Groene dit evenement in Entrade. Denkers, professionals, met visie, frisse prikkelende ondernemers. We zijn blij met de sprekers van vandaag. Ik heb het vanmiddag gehad over twee grote thema's voor de komende 10 jaar. Dat is de technologische revolutie die onze hele wereld op zijn kop gaat zetten. En de global shift waarbij we de macht van de westerse landen naar de BRICS landen en de next 11 zien verschuiven. We hebben in Nederland en in Europa eigenlijk geen goed antwoord op die strategie. Op die ontwikkelingen. En daar moeten we iets op verzinnen. Nou, we zien dat de overheid daarmee worstelt, dus je zou het vanuit het bedrijfsleven moeten doen. Onze structuren, vastgoed, infrastructuur, locatiebeleid, die moeten volledig om en anders. En daarvoor moeten we eigenlijk met een aantal mensen bij elkaar gaan zitten die onafhankelijk kunnen denken en die met name denken vanuit klantwaarde en burgerwaarde. Dat is belangrijk, want klanten kunnen in de toekomst om stenen en om plekken, om locaties heen. Als het mij niet bevalt waar ik mijn boodschappen moet doen, dan doe ik dat online. Als ik niet naar een bepaalde school of instituut wil, dan leer ik online. En die kant gaat het op. Nou, daar moet je innovatief voor zijn en daar moet je met elkaar proberen goede ideeën voor te bedenken. Daar hebben we een clubje voor opgericht, dat heet de Cupertino Club Brabant. En wij gaan net zoals Google, Apple en Facebook van onderaf en vanuit klantwaarde nadenken over nieuwe vastgoedproducten. En dat is het appel wat ik vandaag gedaan heb. We praten vanmiddag over het nieuwe winnen. En voor het nieuwe winnen heb ik een stelling meegenomen die luidt 1 deel tot 2 is 3. Dat is een metafoor die staat symbool voor het nieuwe delen. En het nieuwe delen is wat mij betreft dat delen het nieuwe vermenigvuldigen is. Als je kennis tot je wil nemen, dan kan dat volgens de oude methode. Maar dat gaat tegenwoordig allemaal web-based en met de snelheid van het licht. Als je naar een oplossing toe wil, dan zul je als specialist kennis moeten delen met anderen op kennisfora. Want alles wat je over een onderwerp kunt bereiken, kunt lezen, kunt weten, is niet met het brein van één persoon te vatten. Dus delen is het nieuwe vermenigvuldigen en dat is het nieuwe winnen voor de toekomst. 1, 2, 3. Het is heel opmerkelijk dat ik mag komen spreken op een congres dat heet het nieuwe winnen. Want ik kom hier spreken namens de winkelsector. En kunnen de winkels nog wel winnen? Ik denk het wel, uiteindelijk wel. Want winkels hebben niet alleen een economische functie, maar ook een hele maatschappelijke functie. Mensen vinden het leuk om te winkelen. Dus winkelen zijn er niet alleen voor de consumenten, maar winkels zijn er ook voor de burgers. En als je daarop in weet te spelen en daar continu mee bezig bent, wat vinden de mensen leuk, dan zullen er altijd winkels blijven bestaan. Wordt wel lastig. Je moet heel goed na blijven denken met welke trends en ontwikkelingen je mee moet gaan. En voor de vastgoedsector betekent het dat ze zich bezig moeten gaan houden met zachte factoren. Met het geluksgevoel en met zintuigen. Maar als je daarop in weet te spelen, dan is er zeker weer een kans. Met PropertyNL doen wij al jaren onderzoek in de markt naar wat zijn de deals, hoe gaat het in de markt, wat zijn de projecten. En we zien natuurlijk vanuit elke dag, vanuit onze onderzoeken, hoezeer die hele markt op zijn kop staat en in feite hoe businessmodellen aan het veranderen zijn.